Mensen, erg bedankt om weer te kijken naar deze nieuwe auto review. Oh ja, and as promised, I've also made this review in English. You can find it in the description below. Vandaag een wagen die al heel lang op mijn verlanglijstje staat. De nieuwe, volledig zelfrijdende Mercedes S-klasse. Wat is daar nu zo speciaal aan de S-klasse? Ja, de S-klasse is al meer dan 50 jaar het vlaggenschip van Mercedes. En schip mag je in dit geval vrij letterlijk nemen. En elke nieuwe generatie S-klasse staat er ook om bekend de nieuwe standaard te vormen in luxe, veiligheid, technologie. En ik was extra benieuwd naar deze zevende generatie, omdat ik in de loop van vorig jaar al verschillende teasers had mogen bekijken. En daarin werden echt features getoond die ongelooflijk waren. En ik ben dan ook zeer blij dat ik vandaag een deel van die features met jullie mag delen. En we beginnen deze review in het interieur. Ja, over materiaalkeuze, luxe afwerking moeten we het eigenlijk niet hebben. Ook weer omdat de S-klasse een beetje de norm is binnen deze klasse. Oké, persoonlijk zou ik niet voor dat beige interieur gaan wegens veel te snel, veel te vuil. Ik ken mezelf. Maar het geeft die wagen wel net iets meer nog die luxe uitstraling. Prikt het? Geld. Ons stuurwiel en de zetels zijn afgewerkt in een schitterend Nappa-leer. Die zetels die kunnen trouwens verwarmen, ventileren, masseren en zelfs vibreren. Maar over dat laatste straks meer. En de eye-catcher voor mij als chauffeur van deze wagen is dat 3D-display. Het is ongelooflijk. Het is ook onmogelijk om het te filmen, want het werkt op basis van eye-tracking. Je kan het dus enkel zien zonder 3D-bril weliswaar. Als je hier met je twee ogen naar het scherm staart. Maar ik kijk hier nu effectief in een tunnel. Crazy. En er is niet één dashboard, nee. We hebben verschillende layouts. Understated, Sport, Exclusive, Classic. Navigation bijvoorbeeld. Opnieuw, ik kan het niet filmen, maar ik kijk nu letterlijk over de kaart. De kaart die ligt naar achter toe geheld. En het lijkt alsof ik boven de kaart zweef. Prachtig, prachtig. Je kan ze ook trouwens uitzetten als je wil door hier op het 3D-icoontje te drukken. Dan is alles gewoon flat. Voor als je saai bent. Maar niet alleen deze layout kan je aanpassen, meer nog de layout van de head-up display. Hier voor mij, geprojecteerd op de weg. Zelfs die kan je aanpassen. Minimal, sport, standard. Het allerstrafste is wel de augmented reality mode van de head-up display. De naam verklapt het al. Mijn navigatie wordt geprojecteerd op de weg. Ik zie de pijlen, ik zie naamborden als het ware vastgehangen aan het wegdek. En als we dan naar het dashboard layout in zijn geheel kijken, is het toch verrassend te zien dat ze terug zijn afgestapt van dat langgerekte ene display zoals we in de E-klasse konden zien. En dat er terug gekozen wordt voor twee aparte displays. Dit hele fancy display voor mijn neus. En dan dit tweede centrale tablet-achtige OLED touch display. Ongelooflijk scherp, ongelooflijk snel, mooi, interactief. Maar inderdaad, u dacht het al, ook wel een beetje Tesla, right? Ja, inderdaad. Opvallend ook is het ontbreken van een centrale grote bedieningsknop-swipe-module. Ook omdat veel van de input die je nu geeft verhuisd is naar het stuurwiel. Ook dan naar dit touchscreen. Maar, last but not least, dit is de nieuwe versie van MBUX. En heel veel van de commando's kunnen nu als spraakcommando gegeven worden. Hey Mercedes, start de massage. Ik schakel de massage in. Dankjewel. Alsjeblieft. Hey Mercedes, ik heb het warm. Ik verlaag de temperatuur naar 18,5 graden. Oeh, maar ja, zo warm heb ik het ook weer niet. Hey Mercedes, zet de temperatuur op 20 graden. Ik zet de temperatuur op 20 graden. Echt wel een verbetering, hè? Wow. In dit systeem vinden we ook een aantal comfortfuncties terug. Zo is er de massage van de zetels, de manier van massage van de zetels, instellen van de stoelen, sfeerverlichting kan in alle kleuren van de regenboog en kan dan ook nog eens in meerdere kleuren geanimeerd verlopen. En dan zijn er nog deze Energizing Comfort Packs. En dat is eigenlijk een lijst van verschillende moods die je kan instellen. En iedere mood zorgt voor een aangepaste soundscape, aangepaste verlichting. Ook het centrale display gaat een animatie afspelen. Terwijl gaan de massagefuncties aan, wordt er warme of koude lucht op je rug en in je reet geblazen. Het is ongelooflijk wat dit systeem allemaal kan. Ik ga het jullie even tonen. Bijvoorbeeld vitaliteit, verkwikkende werking door stimulerend licht en activerende muziek. Yes, please. Bestuurder, hop. Yeah.
Goed, vitaliteit is zeer aangenaam, indrukwekkend ook, mooie basgeluiden. Maar ik heb er hier wel een aantal andere gevonden, bijvoorbeeld frisheid, groen-blauw licht en een koelende, verfrissende bries voeren u, wat was het, voeren u naar de zee? Wel, die verfrissende bries, die komt vooral van onder en blaast in, ja, daar. Gecombineerd met een vibrerende stoel. En op een of andere manier geeft dat toch een soort van activatie op de darmwerking. En deze verfrissende bries is niet voor mij. Ah, daar is hem. Oké, stop. Hier in het midden dan een heel ruime opbergmodule met een mogelijkheid tot wireless charging. En nog twee USB-C-poorten. Maar hiervoor zit nog een gedeelte met ook nog een wireless charging module erin. En ook nog eens twee USB-C-poorten. En dit dingetje trouwens, dit knopje, is een fingerprint sensor. En als je nu via Mercedes Me je volledige profiel instelt, dan gaat met één druk op de knop alles worden ingesteld op een manier dat jij het liefst hebt. Daar in het handschoenenkastje zit trouwens een flesje Mercedes parfum dat via de ventilatie een aangename bloemenachtige geur verspreidt om de geur van de cabine en de rottigheid van de mensen in de cabine te maskeren. Je riekt altijd wel een beetje naar Barbie als je uit deze auto stapt. Maar niet alleen de voorste inzittenden worden verwend, hier achteraan vinden we twee nog luxueuzere fauteuils terug. Het MBUX High-End Entertainment System zorgt daarvoor schermen overal. TV kijken, surfen op internet, de navigatie instellen, de navigatie doorswipen naar de bestuurder, massageprogramma's instellen, de interieur LED-kleuren kiezen. Je kan het allemaal regelen vanaf de achterbank. En die multicolor LED-strips die geven trouwens, misschien had je dat al gezien, ook weer tegen wie de spraakassistent aan het spreken is. En als ik nu bijvoorbeeld mijn temperatuur verander, zie ik ook visuele input. Temperatuur warmer zijn rode LED beams, temperatuur frisser zijn blauwe LED beams. Het interieur wordt eigenlijk mooier naarmate dat het buiten donkerder wordt, maar dat filmt gewoon niet zo handig. De rit in een S-klasse is per definitie heel erg stil en hierdoor komt het Burmester 3D Sound System, dat trouwens standaard is in deze wagen, nog beter tot zijn recht. Fantastische geluidsbeleving. Is dat nog niet genoeg? Wil jij nog een extra dimensie toevoegen? Dat kan. Optioneel is er, I kid you not, het Burmester 4D Sound System. En in dit systeem gaan de zetels mee vibreren op de maat van de bassen in de muziek. Gezien mijn gevoelige darmen lijkt dat niet echt een optie die ik moet nemen, maar het kan dus. Wij zitten hier in de korte S-klasse, ook nog altijd meer dan 5 meter lang. Maar al bij al is er niet veel extra beenruimte achteraan als je met 4 volwassenen rijdt. Dat is natuurlijk ook omdat die zetels heel ver naar achter kunnen liggen en alles heel ruim bemeten is. Deze S-klasse heeft een niveau 2 stuurassistent en dat wil zeggen dat hij me actief gaat begeleiden bij het nemen van bochten en bij het voorbijsteken. Eigenlijk kan deze wagen perfect volledig autonoom sturen. Enkel op van die snelle B-wegen met asverschuivingen heb ik af en toe wel moeten bijsturen, want ik was bang dat hij echt vol op de borduur zou gaan met de wielen. Adaptieve cruise control werkt ook nagenoeg perfect. Het enige mankementje wat ik heb gevonden is dat hij niet alle snelheidszones correct weergeeft. Dus stel je komt uit de bebouwde kom, zone 50, dan gaat die wagen wel eens vrolijk naar de 90 willen gaan, omdat om een of andere reden er nog altijd een zone 90 geprogrammeerd staat waar je eigenlijk maar 70 mag. Ja, de wetgeving verplicht ons momenteel nog van onze handen ten alle tijde aan het stuur te houden. Maar in principe is deze wagen met het optionele Drive Pilot Pack ook in staat om volledig autonoom te rijden. En vanaf het mag, ik geloof midden dit jaar al in delen van Duitsland, zal deze wagen dan ook een over-the-air update krijgen, waardoor je ook volledig autonoom zal kunnen rijden, gereden worden dan. Want op dat moment kan je eigenlijk perfect je krant lezen of je TikToks of Instagram feed checken, zonder dat je steeds met je ogen op de weg moet zitten. Oké, de buitenkant dan. Het viel mij meteen op dat deze generatie S-klasse toch een pak dynamischer, sportiever oogt dan de vorige generaties S-klasse. Het doet me soms zelfs denken aan een CLS. Maar is dan ook effectief een pak aerodynamischer dan vorige generaties, met als party trick natuurlijk die verzonken deurgrepen? Ja, inderdaad, ook weer Tesla. Ja, ze hebben goed naar Tesla gekeken, maar het werkt wel in deze auto. Onze wagen staat op de optionele 21 duimers, de grootste standaard velgen die je met deze wagen kan configureren. En ze passen deze wagen wel. De wagen is ook zodanig groot dat 19 duimers op deze wagen gewoon ietsje te klein lijken. We hebben ook de AMG meesturende achteras en dat is echt ongelooflijk. Dat is een optie die ik zeker kan aanraden. Het geeft je direct veel meer zelfvertrouwen als je met deze slee door de stad moet, door smalle straatjes. Want het geeft die wagen de draaicirkel van een A-klasse. En echt volledig gestoord
is het diagonaal in- en uitparkeren, omdat hij dus voor- en achterwielen schuin kan zetten in dezelfde richting. En dan gaat hij op een soort van krap-like beweging diagonaal bewegen en dat is... Ja, dat is gewoon next level. De Digital Light koplampen, dat is ook weer iets heel nieuw. Die kunnen door middel van een heel fancy systeem de lichtbundel breken in pixels. En per lichtblok zitten er dan tot 1,3 miljoen pixels, dus 2,6 miljoen pixels, waarin dat licht kan gestuurd worden. Dat wil dus ook zeggen dat je bij wegenwerken bijvoorbeeld de wegaanduiding als twee lichtbundels voor je geprojecteerd kan krijgen. Of als er iemand wil oversteken, dat je die wagen gewoon een zebrapad kan laten projecteren voor je neus, waar die mens kan op oversteken. Ah ja, bijna vergeten, we zitten in de S350D 4MATIC. Die heeft een 6-inlijn dieselmotor en die maakt 286 pk. Ja, als je zoveel luxe hebt, dan wordt die performance ineens niet meer zo belangrijk, hè? Ik heb er ook nooit echt mee doorgevlamd. Al klinkt die al bij al wel goed als je op het gas gaat. Ja, snelheidsovertreding, hè? De S350D 4MATIC is er in België vanaf 90.500 euro exclusief BTW. Onze testwagen met deze opties is er voor 113.000 euro exclusief BTW. Ja, de nieuwe S-klasse, ik had er veel van verwacht, maar hij heeft me toch weer weten te verrassen. Het was nog beter dan wat ik gedacht had. Ik ben ongelooflijk fan en ja, ik wil er eentje. Ik hoop dan ook ten eerste dat ik binnenkort ook nog eens met de 8-cilinder variant kan gaan rondbollen. Zij het in Maybach of AMG trim, maakt mij niet zoveel uit, Mercedes België. Maar dan kan ik jullie meer vertellen over de veiligheidssystemen, de hele advanced ophanging, de remote park and drive systemen. Zoveel te vertellen over deze wagen. Guys, erg bedankt om weer te kijken naar deze auto review. Hopelijk was het interessant. Hebben jullie nog vragen of opmerkingen? Stuur ze me in de comments. Ik ga die zo snel en volledig mogelijk voor jullie beantwoorden. Like, subscribe, zeer belangrijk om dit kanaal te kunnen laten groeien. En dan zie ik jullie erg graag terug in een volgende review. Bye!